Nou, het was echt wel een beetje schrikken. Maar ik had het ook wel een beetje verwacht. Dus we hebben er wel een beetje op geanticipeerd. Zeg maar, als het echt niet doorgaat. Maar we hadden heel veel voorstellingen staan natuurlijk. Jacques Brel hebben we gelukkig nog door kunnen laten gaan. Maar de voorstelling Liften en Sherma Rouse 13 december. Ja, dat gaat gewoon niet. Dus we willen Sherma Rouse wel verplaatsen naar een andere datum. Zeg maar, als het weer kan. Maar daar hebben we ook iedereen in kennis gesteld. Zeg maar, die kaarten gekocht had. We hadden bijna 200 kaarten al verkocht. Dus dat is al heel wat in coronatijd. Het is al lastig hoor. Omdat, want de mensen zijn toch een beetje voorzichtig. Maar ze geloven wel in ons theater. En hoe we het afhandelen ook. Ook als het niet doorgaat. Dus de nadelen vallen mee eigenlijk voor jullie? De nadelen vallen mee. Maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Je bent elke keer weer verrast. Je bent weer blij dat het op gang komt. Maar dat... Dat is natuurlijk vervelend. Jullie hebben niet overwogen om bijvoorbeeld zaken naar de middag te halen? Dat is voor ons ook wel weer lastig. Ja, dat is... Nee, dat is, ook qua techniek is het lastig. Want dan moeten we heel vroeg opbouwen. Want ons theater werkt zo. De techniek, die moeten we eigenlijk allemaal inhangen. En alles weer eruit, omdat het ook een bioscoop is. Dat is verschrikkelijk veel werk. Want als wij een normale voorstelling hebben, komen ze om 10 uur bouwen. En zijn ze om 1 uur klaar. Maar dan moet je dan echt vervroegen naar heel... Ja, dat, en het publiek, ja, ik weet niet of ze dat willen. Mensen werken natuurlijk overdag. En we doen alles op maandag natuurlijk. Ja. Kijk, dus dat is ook een beetje een puntje. Maar plan je niet voor niks? Ja, maar je moet ergens beginnen. Dus we geloven erin. En we houden natuurlijk ons bezig met de QR-code. Dus iedereen die gecheckt wordt van tevoren, ja, die is welkom. En ja. Dat werkt tot op heden heel goed. We hebben Karin Bloemen gehad, we hebben de vuile huigelaar gehad, we hebben Jacques Brel dus gehad en... Ja, dat werkte goed met die corona-code. En je merkt niet aan de kaartverkoop dat mensen huiverig zijn? Mensen zijn wel huiveriger dan normaal. Normaal, zeg maar, Jacques Brel was helemaal zou uitverkocht zijn. En nu zaten er 190 mensen of zo. Dus dat is nog aardig, maar een volle zaal is leuker natuurlijk. Hè? Ja, precies. En hij heeft nu al zijn voorstelling afgezegd. Die zou de oude jaar doen, vaarwel 2021. Hij heeft een van de laatste voorstellingen bij ons gedaan. Dus, En dus, zeg maar, de tv-opname voor TV West was het in Diligentia. Maar is allemaal gecanceld. Ja, dus jullie want hij moet ook inspelen natuurlijk, zo iemand, hè? Ja, jullie hebben nog mazzel gehad dan in feite. We hebben eigenlijk geluk gehad. Geluk bij een ongeluk, maar goed. Je wil gewoon spelen, het is zo leuk. En de mensen hebben er zin in, hè? Je voelt gewoon dat mensen gewoon behoefte hebben aan iets leuks, ontspannend. En, Gaat wel weer komen. Gaat weer komen, we geloven erin. En positief blijven, hè? Dat is, daar gaan we voor.